Nou zullen we ons Joop eigenlijk blijven herinneren, een markante kaarsdrager die eigenlijk niet te vroeg, maar toch eigenlijk wel een beetje onverwachts is heen gegaan. Ik stel voor om allemaal even te gaan staan en Joop allemaal even een minuutje onze gedachten te laten gaan hoe hij was. Okay.